Al jaren heeft Charlie Luske, samen met onder meer Joevat Westendorp en Jan Heemskerk, een rubriek in Koffietijd. In deze rubriek, de Koffieleuters, geven ze liefdeslessen aan vrouwen. Ondanks dat Charlie zijn vrouw Tanja Jess keihard heeft bedrogen, blijft hij wel gewoon onderdeel van deze rubriek. Vanochtend was hij voor het eerst weer te zien. Charlie reageert uitgebreid op de ontstane mediarel. Presentatrice Quinty Trustful, Charlie, eerst even naar jou toe, want je zit hier nu aan tafel en je bent natuurlijk een van onze koffieleuters en er is nogal wat gebeurd de afgelopen periode. Je hebt bewogen weken achter de rug. Hoe is het met je? Daarop zegt Charlie, nou, het is naar omstandigheden wel goed. Ja, het gaat oké. Het is iets wat wij intern zeg maar moeten oplossen en ja, daar doen we ons best voor, nog steeds. Waar staan ze nu in het proces? Charlie, nou, ja. Dat is lastig te zeggen. In principe zeg maar het statement dat wij destijds ook gemaakt hebben is dat wij er samen aan werken, intern aan werken, en ik ook voor mezelf vooral ook, hè, natuurlijk los van Tanja. Dat is eigenlijk wat het is. Heel veel zinnigs kan ik er verder ook niet over zeggen. Hij vervolgt, het is ook iets wat eigenlijk natuurlijk de buitenwereld niet echt aangaat. Het is gewoon een privékwestie. Dat is als je bekend bent vaak niet zo. Dat weten jullie allemaal, dat sommige dingen op straat liggen. Dat is jammer, maar dat is het eigenlijk. En hoe staan hun kinderen erin? Ja, die zitten helemaal niet op social media en dingen. Die hebben heel andere dingen waar ze mee bezig zijn. Het is voor hen ook gewoon geen nieuws. Die gaan daar heel relaxed mee om. Het V-woord is dan nog geen enkele keer gevallen in Koffietijd. Presentatrice Vivian Slingerland opeens, nee, het gaat ook, hè. Laten we eerlijk zijn, het gaat over vreemdgaan, hè. Dat gebeurt in de beste gezinnen. Het mooiste is natuurlijk ook het sterkste, dat je dat in je eigen kader kan oplossen. Is dat te doen met alles om je heen? Charlie, idealiter is dat voor de meeste mensen gewoon in de privésfeer. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeggen, ja, wij hebben dit ook doorgemaakt, maar bij ons ligt het niet op straat. Ik heb honderden van dat soort reacties. Het is dus helemaal niet zoiets abnormaals, wil Charlie zeggen. Sterker nog, hij wijst erop dat er nog honderden BN'ers zijn die vreemd gaan en mogelijk ook ontmaskerd gaan worden door de juice-kanalen. Er zijn ook honderden collega's waar ik het van weet en waarvan het niet op straat ligt, maar met die juice-kanalen nu waarschijnlijk binnenkort wel. Dus ja, dat is gewoon de tijd waar we in leven. Maar ik vind, het gaat in principe niemand iets aan, maar het is iets interns en we werken eraan.